Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Forza Horizon nummertje 5. Goed jongens, van harte welkom terug. We gaan uiteraard lekker verder waar we natuurlijk afgelopen maandag waren gebleven. Dus dat komt er weer helemaal goed. Perfect. Goed. We gaan natuurlijk weer een race doen. Alleen de race die is heel ver weg. Ik wilde deze. Die wil ik eigenlijk bijna zo goed als uitspelen. Voltooid de verdienste 27 van de 28. Dus we moeten er nog eentje doen. En die ene is denk ik die. Want hier heb ik er maar eentje van staan. Kijk, we hadden er natuurlijk hier eentje gedaan. Toen was hij nog een keer. Of moeten die blauwe doen? Zijn er meerdere blauwe? Niet daar, oké, dat kan ook, het is blauw of rood. Waar gaat die blauwe naartoe? Die blijft gewoon een rondje hier rijden. En die ook, dus we kunnen proberen om ze allebei te pakken. Maar dan gaan we even een andere auto pakken. Gaan we dan met een snelle auto er naartoe? Het scheelt een hele hoop tijd. Dus. Mijn auto's. Die kunnen we gaan. Ja. Instappen. Gaan we er naartoe. Gaan we kijken of we twee races kunnen gaan doen. Wow, daar hebben we denk ik wat de tijd voor. ...9,8 zegt hij. En ik weet niet precies welke dat dus is. Dat komt op een van in een map één manier achter. En als ze allebei doen. Misschien zijn ze. Misschien is er daarvan nog weer een race. Dan kan dat allebei niet is, hè. Goed. Oké, vol op gas. Hier de snelweg af. 5,9. Kijk. Daarom is het beter een snellere auto pakken dan ben je er zo. Die is ook voltooid al een keer gedaan. Zo. Nu PR.
Hier zit een jump. Ik ga hier gewoon zo dwars heen. Kan ik hier doorheen? Ik kan dat. Oeh. Ik zie ook een groene daar. Goed, we gaan eerst deze doen. Dan staan we nu eens pakken die andere. De L. Ik denk dat die hier ook niet echt iets. Nee, dat ik met deze auto gewoon weer ga. Ik denk dat dat het beste is. Goed, race evenement starten. Daar gaan we. Het zijn 3 rondes. Flink gaan remmen, zie ik. Ja, ook hier moet je natuurlijk rustig aan doen. Zo. Zijn nu 6e. Kom maar dichter in de buurt.
Hier ging de vorige keer mis, dus moet dat even. Dus we gaan doen zo. Nee, dat was hier niet, dat was ergens anders. Zo. Hier was dat. Dus we moeten dit heel even. Dat was dus weer te hard. Zie je? Dat was dus weer te hard, maar nu staan we wel in ieder geval vijfde. De vorige keer zesde. De laatste ronde. Kom maar dichterbij. Het heeft geen zin om achter hem aan te rijden. De vierde plek staan wij. Je gooit er vrij hard. Zo. Shit. Iets harder. Oké, niet te hard. Ga ik nu afremmen. En dan heb ik hem ingegaan. Dan zijn we nog alsnog vierde geworden. Nou, dat is wel redelijk knap, hè? Hebben wij hem dan volledig voltooid? Want dit is van de wild. Dat is natuurlijk wel weer iets anders. Dan is het nog een kwartier bezig, hè? Middag, een kerstman pak. Nieuw niveau. Slaaf over. Ik krijg 125.000. Nou kijk, dat is tenminste wel iets, hè? Nee, dan ga ik het dan nu bij hier belaten. Nog dat ik de twee zei. Weet je, we zijn een kwartier weer zat. Nog dan ben je 25 minuten, dan vind ik nog ietsjes te lang. En ik moet nog meer video's opnemen. Hè? Dus kom ik deze week sowieso niet uit. Moet ik ook nog de Europese wedstrijden nog doen.
Oké, niveau 68. Wielspin. We gaan eens eventjes kijken. Hij blijft sowieso staan. Ja, zie je, dus dan is dat die amper. Want Hult. Waar zit die horizon? Dat is dus die. Hier, Wild. 10 van 19, dus daar is er nog 9. Dus we moeten nog wel een aantal races doen. Dan is de volgende keer die blauwe. Ja, dat gaan we dus morgen doen. Dus we moeten morgen weer hier naartoe rijden. Misschien dat ik er al naartoe rij. Dat kan ook. Maar dan moet ik nog gaan bekijken. Ja, goed, kijkers. Bedankt voor het kijken. Bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!